Suriname had behoefte aan een geordend digitaal platform dat de informatiestroom en dataverzameling binnen de gezondheidssector toegankelijker maakt. Dit platform is nu de Roadmap of Information Systems for Health, dat tot stand is gekomen door het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de International Development Bank, IDB, de Pan American Health Organization, PAHO, en de World Health Organization, WHO. Technisch coördinator Richard Mindis zegt dat het creëren van dit digitaal systeem cruciaal was voor het nauwkeurig te werk gaan met betrekking tot de dataverspreiding binnen de gezondheidszorg. Dus waar we voornamelijk naar kijken en waar we mee bezig zijn, is de automatisering van de eerste lijn zorg. En dat heeft natuurlijk invloed op alle stakeholders, waarvan de patiënt in principe de belangrijkste is. Maar er zijn ook voordelen voor de anderen, dus gewoon voor de huisartsen, voor de laboratoria en ook farmacy. En waar we nu mee bezig zijn, is om te zeggen waar moet elke leverancier aan voldoen, wat wil de huisarts opslaan en hoe wordt dat met elkaar gedeeld. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, zeg je komt bij je huisarts en je bent allergisch voor een bepaald medicament. En je komt vervolgens bij de eerste hulp binnen, dus je bent aangegeven. En ben je bijvoorbeeld bewusteloos, dan kunnen ze daar zien van waar ben je allergisch voor, zodat je niet de verkeerde medicamenten binnenkrijgt. Of dat je de goede bloedgroep aan bloed binnenkrijgt. Dus dat soort zaken zijn we nu aan het kijken van wat voor health informatie moet met de stakeholders uitgewisseld worden, zodat de continuity of care eigenlijk verzorgd is voor de patiënt. Mindis zegt dat het implementeren van dit systeem is opgedeeld in verschillende fasen, omdat volgens het onderzoek dit de meest effectieve manier zal zijn voor het doen welslagen van de implementatie. Kijk, wij zijn nu als team zijn we de laatste 7-8 maanden bij betrokken. Het heeft een tijdje stilgelegen vanwege COVID. Dus het project is in principe 3-4 jaar geleden is dat begonnen. Het heeft een tijdje stilgelegen, maar we zijn het nu weer aan het vlot trekken. En we gaan nu echt de fase in waarbij we de systemen gaan deployen. Dus echt developen en neer gaan zetten. En daarom is deze conferentie ook. We hebben nu de voorbereidingsfase, de awareness hebben we gecreëerd. Iedereen weet waar we naartoe gaan, wat we gaan doen. En nu is de fase bereikt waarbij we zeggen, oké, we gaan nu echt dingen ontwikkelen om te zorgen dat het ook live wordt. En dat het niet alleen maar rapporten zijn. In het natraject van dit project zal er met de verschillende belanghebbenden continuerend dialoog worden gevoerd ter verbetering van de diensten en het uitbreiden van het platform.